Welkom schaakliefhebbers! We hebben onze video's op een hele handige manier voor je ingedeeld. Je kan ze nu allemaal kijken, maar je kan ook onze gloednieuwe playlists bekijken. We hebben die gerangschikt op 9 thema's. En je weet, we zijn ons vlog zijn we begonnen met matbeelden. Dus mat is een thema, zoals de kust des doods bijvoorbeeld. Dit is het meest populaire matbeeld onder kinderen, omdat je al in 4 zetten je partij kan winnen. Dame, in dit handboek staat dan dat F7 een zwak veld is. We hebben een playlist over openingen, waar we laten zien hoe je in 7 zetten kan winnen. En we hebben een mise, met een speciale aandacht voor pad, want dat gaat nog wel eens mis bij sommige mensen. We hebben aandacht voor toernooien, een playlist over toernooien, NK's, maar ook onze eigen toernooien. Of tips voor online toernooien op Lichess of andere platforms. Welke toernooien speel jij dan? Nou, toernooien, rapid toernooien speel ik veel. Maar ook Reykjavik vanaf woensdag. Dus misschien posten we daar wel iets van. En jij Max, waar ga jij? Ja, ik speel de snelschaaktoernooien in Hoevelaken en gewoon Grand Prix. Ik ben de vijandelijke koning en ik word nooit, maar dan dus ook echt nooit meer mat gezet. Dat is een toren, kijk. Dat zie je ook goed aan deze dingetjes, dat deze toren vaak erboven, maar nu is er even onder. Je ziet dat mijn hok heel klein is, hij is maar 2 velden groot. Wat kun je doen om mat te voorkomen? Nou, je kan zoveel, als je voor staat, kan je veel onnozele stukken weggeven. Hey, we hebben ook video's over tactics, ja, zoals de zet van het jaar. Misschien heb je die wel gezien. En voor de echte beginners hebben we een playlist over de regels, ja, de basisregels. En we vonden op internet nog een paar leuke schaakvideo's, hele grappige, met bijvoorbeeld Tex de Wit en Anish Giri. Er is een playlist voor schoolschaakorganisatoren, ja, als je dat wil gaan organiseren. En onze best bekeken video's. Die vind je in de playlist Bekende Schakers. He, waar onze interviews ook staan met Eline Roebers en wie nog meer? Manuel Bosboom. Ja, die moeten mensen kijken. He, wij laten daar ook mooie partijen van Bekende Schakers zien, zoals Max Wormerdom. En he, we zijn ook zelf heel erg actief bezig, dus we komen je vast nog wel ergens tegen. Dankjewel voor het kijken en succes!